ligt in je harten. De Bijbel zegt dat God gezegd heeft in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wanneer het woord van God tot u doordringt, is het net als een lamp. En zou een lamp hoe het doen? Wat lamp hoe het Mickey? Speer duisternis binnen, duisternis longwe. Hij verdrijft, want hij zei, weng met jou, duisternis. En het woord van God kan dat doen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus het woord van God verspreidt licht. Het woord van God geeft je de ability dat wat duister was. Jezus zegt het zo mooi, geef mij Lucas 4 vers 18. Hoor wat Jezus zegt, de geest des Heren is op mij. Lucas 4, 18. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om armen het evangelie te brengen. 19. En hij heeft mij gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. Hoe? Door het woord. En aan blinden het gezicht. Hoe? Hij opent uw eye. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Bedenk in de bomen meken. Masra e broka katibo. Dan is stop dat hij. En om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Met andere woorden, wanneer u begint te geloven in wat God geschreven heeft, is het zo dat vanaf dit moment, dit jaar, voor u kan zijn het aangename jaar des Heren. Sa aine be shi, sa jesi no be jere, sa nooit be kon u ati. Dat kan sa dis jaar in.